is uw festival, hè? Het is niet te geloven, hè. Ja. Ik heb het niet zo bedacht. Maar in zoverre wel zo bedacht dat ik nogal druk ben en eigenlijk alleen dit weekend in Gent kon zijn. Dus hebben ze die twee premières in dit weekend gepropt, zal ik maar zeggen. Maar goed, nee. Ja, en er is nog een derde. En er is een derde nog, ja, tuurlijk, maar daar kan ik helaas niet bij zijn. Maar je carrière gaat bijzonder goed. Ja, ja, ik zal de laatste zijn om te klagen. Ja, het gaat zeer goed. Ik doe nu binnen een beetje periode weer wat meer toneel, maar het gaat goed, ja. Ja, ja, ja. En vooral dat is natuurlijk, als je zegt het gaat goed, dat is natuurlijk fantastisch om in mijn segment, zal ik maar zeggen, van oude knarren, om daar toch twee prachtige rollen aangeboden te krijgen. Want zowel als in Resurrection als in Façades, een mooie rollen die niet alleen maar de pa of de opa van dienst, maar waar echt waar iets gebeurt, er valt veel te spelen, er gebeurt van alles. En zeker in Resurrection is ook toch zeer intens. Dus prachtig om te doen natuurlijk, prachtige opdrachten. Natuurlijk fantastisch aan dit beroep, dat je elke keer weer tot over je oren in een andere sfeer zit. Die, inderdaad, Façades met die twee aandachtige dames. En dan Resurrection met ook een wonderlijke eigenwijze pief. En dan Tueur weer. En ook altijd een hele andere omgeving, ook een hele andere atmosfeer. Dat is fantastisch, hè? Dat is, het is elke dag een feest, want altijd weer een andere sfeer, altijd weer een ander soort mensen. Ja. Je hebt vorig jaar gezondheidsproblemen gehad. Ja, hè? Ja, ja, ja. En ben je er nu helemaal bovenop? Ben je... Ik heb een beschadigd hart, maar ik verder functioneer ik verder. Maar ja, goed, ja, het is een infarct en dan ja, kom je niet... Dat is niet helemaal hersteld, of dat is niet meer helemaal te herstellen, maar het dus functioneert en dat gaat goed. Dus ik moet een beetje uitkijken. En ja, dus toen was er dat nieuws en toen was het even van wow. En dan krijg je later, het ene project naar het andere. Ja, dat is toeval, dat is toeval. Ja, ja. Want Façades heb ik zelfs in twee fases gedraaid. De gedeelte van Façades is gedraaid voor mijn infarct en het andere daarna. En je ziet er niks van op beeld. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wow. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.